Maar eerst Minecraft. Ja, een echt bizarre game, geliefd door jong en oud. Een soort digitale Lego is het eigenlijk. En je kan er van alles mee nabouwen. Er worden bijvoorbeeld gebouwen nagebouwd, maar ook steden en zelfs hele landen. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. En die zandbak, die kan je vrij letterlijk nemen. Je kan in Minecraft namelijk zo'n beetje alles maken wat je fantasie ingeeft. Er is bijvoorbeeld ook geen score die je moet halen. En er is ook niet echt een einde. Minecraft is ontzettend populair. Het is meer dan 100 miljoen keer gedownload. De bedenker van Minecraft is die man hier links. Au. Hij heet Marcus Notch Persson. Een Zweed die inmiddels dankzij Minecraft miljardair is geworden. Hij verkocht zijn bedrijf namelijk voor 2,5 miljard dollar aan Microsoft. Vandaar ook dat tijdschrift Forbes bij hem langs ging voor een interview. Maybe now that I've analyzed it, I understand some of why Minecraft worked. Right. But that only means I know how Minecraft worked back in the time when the context was made in. Right. That doesn't mean I know how to do it again. I mean, I've been playing games forever and I've been programming since I was 8, so obviously I have some kind of experience in it. And I can understand kind of what's fun gameplay, but I didn't mean to make Minecraft a big success. To claim that I know the secret sauce would be kind of false. Was it a formula? No, I wasn't following a formula, I was trying to make a game. Persson creëerde het spel in 2009. Maar pas in 2011 werd het officieel uitgebracht. Inmiddels zijn er heel wat dingen gebouwd in Minecraft. De complete set van fantasy-serie Game of Thrones bijvoorbeeld. Of een land als Denemarken. En straks kunnen we dankzij deze jongen in Minecraft ook in Amsterdam rondlopen. Ja, nou, je hebt nu een beetje een beeld van wat Minecraft is. Hè? Een soort Lego eigenlijk, maar dan digitaal. Ja, en in Delft zijn de studenten op dit moment Amsterdam precies aan het nabouwen binnen die digitale wereld. Dat is wel te gek. Het Centraal Station is ook in Minecraft het begin van onze tocht door Amsterdam. Kan ik ergens al kijken nog naar waar jullie nu mee bezig zijn? Ja, we zijn nu met het Rijksmuseum bezig. Ja, ik warp er even naartoe. Ik teleporteer je even. Ah! Daar zou de nachtwacht moeten hangen, denk ik, hier recht tegenover mij. Ja, al die afbeeldingen, alle schilderijen zijn vannacht net gestolen, dus het is echt... Een robbery. Ze kunnen ook voor het Rijksmuseum staan, trouwens. Zeker. Ja, hier staan we aan de voorkant. Het is... nog lang niet af. En heel veel details missen nog, zoals kozijnen moeten nog verder uitgewerkt worden. Ik vind het al vrij gedetailleerd, moet ik zeggen. Kozijnen heb je het over, kom op hé. Ja, het is ook moeilijk om die kozijnen na te maken, maar het kan nog veel beter hoor. Robert en zijn vrienden hebben hulp nodig bij het afbouwen van Amsterdam. Iedereen mag meebouwen, maar je moet eerst wel laten zien dat je het ook echt kan. Ik heb een 3D-model gevonden waarmee je ook rondom het gebouw kan. En het voordeel van dit programma is ook dat je dingen op kan meten. Zoals hier, je ziet, nou, dit stukje muur is 12 meter, dus dat maak je in Minecraft het, of 12 blokken. Je besteedt uren tijd om een game te bouwen. Waarom doe je dat eigenlijk? Ik vind architectuur heel interessant. Ik hou ervan om dingen te tekenen en te ontwerpen. Dus, het is gewoon een soort hobby. De ander schildert en ik doe dit. Voel je nou ook een beetje thuis hier? Nee, ik vind het in de echte wereld een te drukke stad eigenlijk. Ja, maar het is vrij leeg. Wat ga je doen om mensen hier langer te houden? De bedoeling is dat we allerlei minigames in de stad doen. En je kan ook paintballen. Mm-hmm. De bedoeling is dat je dan twee teams hebt, blauw en rood. En team rood zit dan in het paleis op de Dam. En het andere team moet proberen in het paleis de vlag te veroveren. Die duiven, kunnen jullie dat ook? Ja, we kunnen honderden kippen spannen en dan kunnen we rondvliegen hier. Kippen? Ja, kippen. Ja, geen duiven, maar kippen wel, ja.
Op Bright.nl vind je een artikel waarin we uitleggen hoe je zelf kan meebouwen aan dat digitale Amsterdam binnen Minecraft.